We zijn op station Delft. We zijn een heel eind opgeschoten met de afbouw. Alleen de vloer die moeten we nog aanbrengen. Maar wanden en plafonds die zitten er, ja, ik denk voor 95% zitten die er wel in. Nou, het bijzondere van deze wandtegels is, zoals je hier ziet, is dat ze een akoestische dempende werking hebben. Wat ja, voor de reiziger een extra comfort is. Je hebt geen herrie van geluid wat van ver achteruit het tunnel zou kunnen komen bijvoorbeeld. Ja, dan is het gewoon een stuk rustiger. En dat hebben we ook zeg maar, met het plafond. Het is een heel specifiek plafond van aluminium lamellen. Maar bovenop ook een akoestisch dempend materiaal is aangebracht. Als we in de grote tunnel gaan graven, dan gaan we natuurlijk in een hele oude binnenstad van Delft gaan we aan de gang. Ja, en je zal niet verbaasd zijn, er komen natuurlijk best wel eens wat materialen naar boven. Ja, en als het interessant is, dan worden die tentoongesteld. We vinden allerhande zaken die vroeger zijn verloren of zijn weggegooid. En dat zijn scherven van aardewerk, maar ook bijzondere topvondsten. De meest bijzondere vondst is deze telescoop die we hebben opgegraven in de stadsgracht van Delft. En dit is niet minder dan de oudste telescoop van Nederland. Aan de noordkant van de stad lag een vesting en op deze plek hebben we de telescoop gevonden. Vanuit de richting Den Haag komt de trein hier aan, gaat onder de grond. De tunnel gaat dan over de oude stadswal van Delft. En hier wordt het station van nu gebouwd. De trein gaat dan door via de tunnel naar Rotterdam. Nou, we hebben een mijlpaal 7, dat is een term die wij heel veel gebruiken op de bouw. Dan begint het grote testen tot het eerste kwartaal 2015. Dan is de bedoeling dat we van boven naar beneden gaan met de trein.